Voor onderwijs en studentenzaken. Vanuit dit gebouw ondersteunen we het onderwijs. Veel diensten hebben we hier onder één dak, van het International Office tot de studentendecanen, van de administratie tot het beleid. Bovendien een gastvrij gebouw aan het begin van de campus. En dat vinden we heel belangrijk, want daarmee zijn we goed bereikbaar voor onze studenten. We hopen vanuit dit gebouw onze studenten en de faculteiten zo goed mogelijk te ondersteunen. Ik ben hoofd van het Shared Service Centrum en het Shared Service Centrum Onderwijs dat is verantwoordelijk voor de ondersteuning van het onderwijs in de meest brede zin. Dat betekent dat wij de cijferadministratie doen, we doen de examenregistratie, het examen aanvragen, diploma aanvragen, in- en uitschrijven van studenten, de beurzen van studenten en wij doen ook het maken van managementrapportage over het onderwijs als dat nodig is. En dat laatste wordt gedaan door het IMOS. Dat is een aparte afdeling in het CSU. Ja, wij zijn het International Office. Een instantie met 17 medewerkers en een aantal werkstudenten niet te vergeten. Wij zorgen met name voor alles wat te maken heeft met de komst van buitenlandse studenten naar Delft. Zowel voor de BSc als voor de MSc opleidingen. En daarnaast zorgen wij voor een stukje begeleiding bij studenten die, Delftse studenten die in het buitenland gaan studeren. Dan heb je het dus over bijvoorbeeld het gebied van de toelatingen, admissions noemen we dat hier. Een aantal mensen die zorgen dat de faculteiten adviezen krijgen over toelatingsprocedures. Zowel de scholarships als de uitwisselingsprogramma's. En je hebt mensen die zich meer bezighouden in het terrein van de internationale relaties. En dan gaat het dus om faciliteiten als huisvesting, visa, verzekeringen, bankrekeningen. Die groep verzorgt ook de opvang van studenten. De club informatiemanagement ONS, waar alle onderwijssystemen eigenlijk in beheer zijn. Dat betekent dat de inrichting daar grotendeels bepaald wordt. Het gebruik, hoe je het moet gebruiken, dat mensen opgeleid worden, hoe ze het kunnen gebruiken, dat de processen beschreven worden in relatie tot het werk zelf. Voor de rest de hele informatievoorziening
zo intern als extern, de externe richting faculteiten bijvoorbeeld, wordt vanuit hieruit, vanuit IMOS geregeld. Er zijn allerlei rapportages met tellingen en die inzicht geven in het onderwijs, het onderwijsproces. Van DCI, Vol Plus en hier is het grootste systeem van de TUDL. Docenten voor wat betreft de digitale cijferinvoer kunnen ze altijd contact met mij opnemen als ze nieuwe ideeën hebben en graag doorgevoerd zien worden. En als je mee bent. Ik ben op dit moment bezig met drie grote projecten. Het eerste is het programma WO Spring. Dat is een subsidieprogramma waarbij TU Delft 5 miljoen euro krijgt van het platform Bertechniek. En de doelstelling is met name om meer beta-studenten aan te trekken. Daartoe hebben we een groot aantal acties uitgezet. Een grote cluster is het programma aansluiting met voortgezet onderwijs. We gaan in het kader van het programma onder andere beginnen met een junior DUT voor talentvolle leerlingen. Een tweede grote activiteit is het Learning Center. We hebben in september opdracht gekregen van het college van bestuur om daar de eerste stappen toe te zetten. Het derde grote klus op dit moment is Open Course weer. Dat is een project waarbij we als ambitie hebben om het onderwijsmateriaal van het TU Delft wereldwijd digitaal beschikbaar te gaan stellen. Het project voorstel is een bijna rond. Alle publicaties van ONS. Dit soort dingen. Kaartjes. De flap-out. Folders. Studiegidsen. Ik beloof al verschillende dingen, nogal breed wat dat betreft. Zoals nu ben ik bezig met de jaarafsluiting van 2006, zowel strategisch als de programma's. En ik heb bijvoorbeeld net een gesprek gehad met de SR en de CVB over het dictatenproject in de faculteiten. Ik heb vrij recente verhuizing gedaan van ONS, het nieuwe gebouw, waar nu iedereen voor uitgenodigd is om te komen bekijken. En in principe ben ik de rechterhand van directeur en ondersteun ik de beleidsmedewerkers. En help ik ieder zo vlot mogelijk. Ik ben beleidsmedewerker binnen onderwijs en studentenzaken. En hou me bezig met samenwerken met HBO. Dus een schakelprogramma wat herzien wordt. En ik hou me bezig met het 3D-project. Op het gebied van de doorstroommatrix, bijvoorbeeld die we nu aan het maken zijn. Dit is het secretariat, dus het is zeg maar de deel van de hele team. Oké. Gericht op ondersteuning van studenten. Ja. Ja, wij zijn er voor alle studenten waar jullie problemen mee hebben. Je kunt ze allemaal langs sturen. We hebben een open spreker. Of, trouwens, als je zelf wat hebt. We staan echt voor iedereen open. Ja, iedereen is welkom, dus docent inderdaad ook. En we hebben een prachtige website, tenminste we zijn daar heel druk mee bezig. En daar staat heel veel informatie op van wat we allemaal doen. Voor iedereen toegankelijk. www.smartstudie.nl Studentendecanen zijn er voor de ondersteuning van studenten bij bijvoorbeeld studiekeuze, loopbaanondersteuning, studievertraging en nog veel andere zaken. En daarnaast ondersteunen de decanen ook al de anderen die met studiebegeleiding bezig zijn, met name de studieadviseurs.
omdat zij wat meer tijd hebben om zich te verdiepen in ingewikkelde vragen op het gebied van wetgeving of van bijzondere groepen zoals studenten met een handicap. Ja. De decanen bieden een aantal workshops aan voor studenten. Die kunnen gaan over solliciteren, studievertraging helpen aanpakken en oriënteren op de arbeidsmarkt. Zo goed mogelijke voorbereiding van studenten die naar de TU komen en omgekeerd een zo goed mogelijke voorbereiding van de docenten die die studenten les gaan geven. De scholen helpen met het ontwikkelen van science onderwijs. Het proefstuderen organiseren wij, eindexamentraining, waar we dit jaar ons met name op willen richten is op de TU, die inderdaad gaat beter weet wat voor studenten je binnenkrijgt. Die kennis veroudert heel snel. Want op het VWO is met name de laatste 7 jaar heel veel veranderd en zijn nog steeds veranderingen gaande. Nou, die veranderingen houden wij in de gaten door onze contacten met scholen. En die kennis willen we graag met de rest van de TU, met name de mensen die met jongejaarsstudenten te maken hebben, willen we die kennis delen. I need somebody, help, not just anybody, help, you know I need someone. Wist u dat de Blackboard supportgroep ook in dit gebouw zat? U kunt ze bereiken op 89194 en u kunt ondersteuning krijgen op alle gebieden van Blackboard, inclusief ICT en multimedia. Dank u wel. Er mag mail binnengekomen, hè? Mensen die ik tegenkom uit verschillende domeinen, de grote bereidheid om elkaar erbij te helpen.